Welkom in deze prachtige boerderettenkeuken. Met niemand minder dan mijn geweten, Frank. Deze week, menu 14, we hebben eend, een filet met een beetje duizendblad, saus van kriekbier, rode bietjes en kersen. We gaan het proberen. Ja. Hieruit komen. Mooi, hè? Oké. Zet een pan water op het vuur en breng deze aan de kook. Dan hangen we de thermometer erin. En dan gaan we er koud water aan toevoegen, zodat we op ongeveer 55 graden komen. Dan hangen we de eendiefilet, het zakje met de eendiefilet, in de pan met het warme water. Ja, ander wasknijpertje. De eendiefilets hangen in de pan, chef. Ja, dus nou doe ik ook. Ik heb even iets formeligs aangedaan. Ja. Dat is van de director. Oké, we hangen ook de. Bietenpuree. Bietenpuree. De bietenpuree moet in de pan. Ja. Warm water. Warm water, naast de eentjes. Dit gaat goed. Ovenschaaltje. Voor de groenten. Voor de venkel en de biet. Ui. Die venkel een beetje apart van de. Rode uitjes en rode bieten. Hebben straks roze venkel. Een beetje olie eroverheen. Ja. Ook nog een beetje peper en zout? Of? Ja. Bosje. Groente in de oven. Groente in de oven, oven op hete lucht. Ongeveer 160 graden. Ongeveer 160 graden. Moet zoveel mogelijk in de kamer krijgen van de chef. Borsje. Oké. Okay. Ja, je kan nu de saus wel vast verwarmen. Bob, zakje saus. Schaar. Vind ik. Saus wordt nu langzaam warm. Niet te hard laten gaan, want dan wordt hij heel dik. En dat willen we niet. Dan gaan we nog heel even temperaturen bij de eenden en de puree. Stokje wijn tussendoor. Van Sabine kreeg ik deze mee. Piet Nauer. Blauwert Zweigelt, Österreich, 2016. Ik zit op 55 nog steeds, ja. Dus dat is hartstikke mooi. Nu gaan we eigenlijk 10 minuutjes wachten. Ja, dit moet je even 10 minuten wachten. Ja. Een glaasje wijn drinken of iets anders doen. Kunnen we weer verder? Ja, we gaan even de borden in de oven zetten, zodat die mooi warm zijn zo direct. Kijk even naar de groenten of ze niet te donker worden of te hard gaan, maar dit gaat helemaal prima. En dan gaan we afronden. Ja, we gaan eerst beginnen met de kersjes. We gaan de kersen halveren en die gaan we inspuiten met wat gezouten kersenpuree. En daarna gaan we de zak van de eendjes openknippen en dan gaan we de eendjes pakken. Kersjes. En die snijden we door. Ja. Ja. Moeilijk? Nee hoor, heel makkelijk. Dit is misschien wel het makkelijkste klusje wat je me ooit hebt gegeven. De makkelijke dingen moeilijk doen is misschien wel het moeilijkste wat er is. Ja, gaat heel goed. Het is echt heel handig, die pipetjes. Had ik vroeger ook wel willen hebben. Toen moest ik altijd met mijn blote vingers doen. De kersjes zijn gevuld. Dan gaan we beginnen met de eend. Ik ga de eendjes uit het zakje halen. Die zitten in een vacuumeerzakje en die zijn voorgegaard. Het enige wat wij nu nog hoeven doen is de huid mooi krokant bakken. Niet te hoog vuur, anti-aanbakpannetje. Geen olie of vet erin. Eentjes op de huidkant in de pan. De saus is aan het borrelen. De bietenpuree is warm aan het worden. Gaan we nog even checken hoe het is met de groenten in de oven. Zijn heel erg goed. Moeten niet heel veel langer. Zijn ze goed? Ja. Nou draaien we ze mooi om. Zie je dat ze mooi krokant gebakken zijn. En dan mogen ze nog heel even aan de andere kant. Voordat we ze op de snijplank leggen waar ze even tot rust kunnen komen. Niet meteen gaan snijden. Dat is één. Dat is 20.